En zijn familie komt terug. Moet nou eens even luisteren. Dan moet je je koopakte lezen, eikel. Meneer, als u een beetje op het taalgebruik luistert. Ja, nee, daar word ik pisnijdig over. Want er staat in de koopakte dat Ben Koevoets over pad heeft. Ben Koevoets, maar niet zijn familie. Waar zeur je dan nu over, Ruud? Dat heeft toch totaal geen enkele zin? Jij liegt als de pis, man. Dat zeg jij. Ik ben er klaar mee met de buurman. Ik zei, wat is hier de bedoeling van? Dat wordt ook wel duidelijk, hè? Je kunt van alles over mij vertellen. Maar ik heb wel fatsoen in mijn kont. Jarenlang parkeert de familie van Gent hun caravan op één bepaalde plek achter hun huis. Samen met nog 13 buurtbewoners zijn zij de eigenaar van deze grond. En alles ging in goede harmonie totdat Twan van Vlimmeren aan de achterkant van zijn loods een uitrit maakt. Ideaal, want zo hoeft hij niet meer met zijn hobbyauto's door zijn prachtige tuin. En kan buurman Bras Penning zijn DJ-spullen laden en lossen. Familie van Gent is woedend. Van Vlimmeren en Bras Penning hebben daar helemaal niets te zoeken. Het is privéterrein. Nou, meer naar de muur. Met je neus naar de muur. Het conflict is begonnen omdat meneer Van Vlimmeren op een gegeven moment op het idee kwam om daar een deur in te zetten. Nou, hij kocht dat spul van de makelaar en de makelaar zei dat hij er een deur in mocht zetten en dat hij over dit terrein heen mocht. Toen zeiden wij dus met diverse mensen van nou, dacht het niet, want dat is privéterrein. Het probleem is dat daar allemaal garages staan, dus daar kan je niet voor gaan staan. De beste plek is eigenlijk hier en heeft er helemaal niemand geen last van. We hebben nog nooit problemen gehad. En sinds Van Vlimmeren hier aan het klooien is, is het iedere keer ellende. Kijk, dit is wat we willen. Deze deur, gebouwd met bouwvergunning. Ik zie niet wat het probleem is. We komen hier uit op een pad van deze 14 bewoners, waar hij dus eigenaar van is. Dus hij mag er volgens mij gewoon over rijden. Ik wil mijn spulletjes hier ook gewoon kwijt. En ik had dan Twan gevraagd van, nou, kan ik bij jou niet een stukje huren? En dat was geen probleem. Nou, ik wil er gewoon ook gebruik van maken natuurlijk van de deur. Ik heb er niet voor niks geplaatst. Ik ben hier aan het hobbyen. Ik zal misschien één keer in een half jaar met een buitenwillen of zo. Het is niet dat ik iedere dag in en uit zou gaan rijden of wat dan ook. Maar ik wil er gewoon wel gebruik van kunnen maken van die deur. Dat ik mijn tuin in ieder geval, dat ik dat pad kwijt ben. Als ik eruit wil, dat ik dan hier langs naar buiten kan. Nou, zoals je ziet, hier is het pad wat nu dwars door mijn tuin gaat. Dat zou ik er graag uit hebben uiteraard. We hebben een heel groot huis. Hij geeft daar feesten in dat achterste gedeelte. En ja, hij heeft ruimte zat, maar het is gewoon een expansiefiguur. Hè? Ik wil graag een Engelse tuin aanleggen met wat bossages en dingen. Nou, dan moet die pad weg natuurlijk, want dan loopt die dwars door mijn tuin heen. En ik heb daar een uitgang, dus waarom zou ik dan hier een pad maken? Hij loopt hier zelf ook over het terrein, een paar weken geleden nog. Toen liep hij heel fantastisch te kijken van wat heb ik weer een mooi terrein erbij. Hij houdt gewoon hier op het terrein houdt hij controle. En dat zeg ik niet alleen, dat zijn meerdere buren die dat bevestigen. Volgens mij mag je sowieso al geen caravan het hele jaar ergens parkeren. Dus... Nee, dat mag sowieso niet, maar voor een uitrit mag je het ook niet. Dan heb je de caravan gehaald, dan komt hij een paar uur later van, die caravan, kan die weg? Waarom moet die weg? Ja, ik wil onderhoud plegen aan de gevel. Er staat er midden voor geparkeerd, gewoon echt zo neemt uit de muur, echt om hem te blokkeren, gewoon om de deur te blokkeren. Politieauto voor de deur. Meneer, u staat voor een uitrit en dat mag niet. Politie gebeld, die komt, foei, mag niet. Dus uiteindelijk, het ging heel vriendelijk om met die mevrouw. En dan zeiden we, nee, we halen hem niet weg, we laten hem staan. Zodat hij krijgt uw procesverbouw. Mag hij van mij het hele jaar hier staan? Mag van mij het hele jaar staan, heb ik geen probleem mee. Hoeft niet per se midden voor de deur te staan. En zodra je dus even je wagen hier neerzet, dan belt die eikel de politie weer. Ja, ik denk dat het gewoon pest is. Dat is gewoon pest draaien, ja. Ik maak me boos omdat ons onrecht aangedaan wordt. Die uitrit, die hoort er niet te zijn. Het is een woongelegenheid. Dus geen garage. Wij staan op ons eigen deel. En dan word je weggehaald door de politie.
En het is een onbetrouwbaar iemand. Hij zegt dat hij vandaag dat hij dat doet, want dan verklaart hij ook dan tegen de politie. En de andere dag dan doet hij wat anders. Hier vind ik dat ik recht op heb om dan mijn spulletjes te pakken en het naar boven weg te zetten. Voor hobby ben ik DJ. We maken wat muziek en dit zijn de spulletjes. En die wil ik graag gewoon stallen. Dat is eigenlijk het enige. Je kunt het zien, de ruimte. Ik zou niet weten wat hier een transportbedrijf zou moeten doen. Het is veel te klein voor een transportbedrijf. Er zit een bordje op de deur, hier zit firma Huppelepup. Nou, dat is toch niet normaal. Als dat bedrijf door blijft gaan, zijn hier wel huishoudens die kleine kinderen hebben. Die spelen hier, die fietsen, die voetballen, die doen hier alles. Die kinderen zijn niet meer veilig met zo'n 10 tonnen voor de deur. Alles rijdt hier overheen, alles mag. Er wordt geen aandacht erover krijgt. Ze rijden hier om met 20 ton overheen. Zoals de groenteboer bijvoorbeeld. En ik kom in één keer met een vrachtwagen met wat stellingdelen. En heel de boel wordt afgebroken. Die deur die moet hermetisch dicht. Helemaal dicht, dat er niemand in en niemand uit kan komen. Want hij heeft zijn uitgang op de Markt 11. En hij hoeft hier niet te kopen. Hier van het rijtje zijn er een paar die hebben een schutting ervoor gezet. Ik deed de deur open en de zaken is dit. Eureka, nou een schutting voor mijn deur. Ja. Nou ja, prima. Alleen maar tegen te gaan dat die deur open gaat en dat hij op ons terrein komt. Ja, dat is altijd belachelijk. Dat is ook de reden waarom wij hem ook gewoon losgeschroefd hebben. De hele wereld vergaat bijna, er zijn rampen zo groot en dan gaan ze over zoiets liggen. Mierenneuken. Toch? Dan denk ik van, ah, flauw. Gewoon flauw. Rijdende rechter, onze eis is dat de deur geblokkeerd wordt en dat de heer Van Vlimmeren op zijn eigen terrein blijft. Rijdende rechter. Wij eisen dat we hier met de auto ten alle tijde overheen kunnen rijden, zeker door Jerry, en gebruik kunnen maken van de deur. Ja, welkom hier in de studio in Zeist. Meneer en mevrouw van Gent, ja, u zegt samen met nog 13 andere bewoners bent u de eigenaar van deze grond. En deze mannen, hoe vriendelijk ze ook mogen kijken, hebben daar niks te zoeken. Toch? Exact. En dan kan je natuurlijk wel je hele tuin volzetten met begonia's of kamuitschillen wat. En dan zeggen van ja, nou kan ik er niet meer door. Ik kan ook die begonia's rooien. U vindt het de wereld op zijn kop? Ja, nogal. Dit is toch van de ratten. Het lijkt toch nergens op. Maar u hebt ook een mooie parkeerplaats voor. En daar bedoelt u mee? Dat u de caravan ook voor weg kan zetten. Dat u de caravan ook voor mag zetten. Hoe weet u zo zeker dat u daar een uitgang mag bouwen? Ik heb officieel bouwvergunning gehad van de gemeente. En Jerry is gewoon net zoveel eigenaar als die mensen. Dus je mag gewoon wel over de grond heen. De gemeente heeft u gezegd toen u het kocht, van dan mag u daar een uitgang bouwen. En dan mag en ik heb officieel bouwvergunning aangevraagd. Overeen? Ja. Voordat u ging bouwen, bent u toen gaan overleggen met al deze mensen? Niet daarvoor, nee. Niet? Ja, maar iedereen rijdt er overeen. Ik dacht ook dat het gewoon openbaar was. Nou wat vindt u ervan, wat ze zeggen? Ik word hier niet goed van. U wordt er niet goed van? Dat gesodemiet, dat duurt al 10 jaar. Kun je je voorstellen dat ik het nou een beetje spuugzat begin te worden? Mm-hmm. En dat ik het vrij hufterig vind, zoals hun er eigen gedragen. Maar wat doen ze? Ik zie die mannen eigenlijk niks doen. Er staat bij mij voor de garage een auto. Wat doe ik dan? Als ik eruit moet, dan ga ik naar die eigenaar toe. Dan vraag ik, joh, zet dat ding even 2 meter verder. Klaar. Die idioten bellen onmiddellijk de politie. Dat is niet waar. Nee, u wou het niet opzij zetten. Niet liegen. De deuren gingen op slot, zelfs de politie mocht er niet in. Nee, moet geen onzin verhaal gaan lopen vertellen. Onzin. Het is gewoon onzin. Vindt u dat meneer Braspenning wel recht heeft om over het pad te gaan? Nee. Maar hij is een van die 14 bewoners. Dus waarom hij dan niet? Dat staat in je koopcontract. Het overpad is bedoeld voor de aan- en de afvoer naar de markt. Ja? Er staat niet dat ik mag ook bij hem naar binnen en bij hem naar binnen. Oké, okay, dus maar hij mag wel, zegt u, met de auto naar de markt. Ja. Maar omdat hij die loodsing gaat, zegt u dat mag niet. Dat mag niet. Wat stond er vorige week? Nou, gigantisch pokken ding met een stinkende dieselmotor. En die staat dan 3 meter naast de tuinen waar de mensen in zitten. Ja. Meneer Van Koevers, heeft u geen last met mijn aanlanger? En dat is de groenteboer? Ja. Ik rijd er iedere dag overheen. Maar dat is een 20-tonner, hoor ik. Dat is ook best een behoorlijke wagen. Ben Koevoets. Luister nou eens even. Lees dan eens in vredesnaam wat er in je koopcontract staat. Ik weet dat meneer Koevoets er recht van heeft. Maar die rijdt dus wel iedere dag met een vrachtwagen eroverheen. Ja, maar die gaat daar niet stil staan draaien. Oh, maar moet je som uit.
Gaat het goed met u ook, mevrouw van Gent? Ja, klaar. U luistert vooral? Ja, ja. Want u wil niks zeggen? Nee. En waarom niet? Omdat ik het dan maar kwaad maak en benauwd krijg. Ik kan niet tegen onrecht en dat wordt wel gedaan. Ah, schijt toch uit. Ga maar zitten, joh. Ja, ja? Wil je het alleen? Wel, ja. Ja, gaat u even zitten? Als ik het zat word, dan ga ik ook weg. Ja? U zegt, als ik het zat word, ga ik ook weg. Ja. Okay. Ja. Wat me ook opviel, was dat in het filmpje werd door uw vrouw gezegd van... ja, meneer Van Vlimmeren is onbetrouwbaar. Ja, daar wil ik eventjes rectificatie op. Ik snap niet waar dat vandaan kan komen, nee. Want ik heb mevrouw van Gent... voordat dit hele geval met vrijheid en rechten nog nooit ontmoet, nog nooit gesproken. Dus waar haalt u dat vandaan? Nou, dat onbetrouwbaar, dat is natuurlijk vrij simpel. Dat je steeds een stap verder gaat zonder overleg. Ja, wat dan? Ik ermee. Ja, maar jullie willen ook niet overleggen. Voor die tijd was er geen deur die open kon. Er was wel een deur en vandaar ook die schutting. Maar dat is steeds verder gegaan. Er was helemaal geen deur. Ja, het was wel een blinde deur. Een blinde deur. Die deur zit al 10 jaar in, dus dat u nog niet. Er is nooit een deur geweest. Wat zeg jij? Hij is er zelf pas. Hij is er zelf pas. Ja, nou, ik zit er al langer dan u dan. Als je haar verwijt, dan kan ik het ook, hè? Oh. Goed, tijdens het locatiebezoek onderzoekt Meester Reed wat voor bedrijvigheid er zich allemaal achter die loodsdeur afspeelt. John Reed. John Vergent. John Reed. Kraster. Peter Winterswijk, Kraster. Kraster, John Reed. Van Vleuren. Van Vimmeren. Jay Braspenning. John Reed. Volgens mij ben ik komen aanrijden over de openbare weg. Correct, volledig correct. Kunt u mij laten zien hoe het zit? Nou, we hebben hier twee spijkers in de grond geslagen. Dit is de lijn tussen de openbare weg van de gemeente en dit is het particuliere terrein voor wat bij de parkeergarage, bij de garages hoort. Ach, wacht even. Dus je zou zeggen van hier loopt de grens, maar dat is niet zo? Hij loopt verder. Hij loopt hier. Hij loopt hier. Dus dit is van de gemeente? Ja. En dit is van? Van u? Nee, van de bewoners. Van de bewoners? Ja. Dat gaat om deze deur, hè, geloof ik. Klopt. Daar staat taktransport. Klopt. Dat was om de bewoners duidelijk te maken, mochten ze vragen hebben, dat ze mij konden bellen, omdat ze weten dan dat ik aan het eind van de straat woon, wat ik hier zou gaan doen. En wat denkt u, meneer Van Gent? Dat daar een bedrijf gevestigd is en wat hij precies uitvreedt, dat weet ik niet. Heeft u dit nodig voor het transportbedrijf? Nee. Want ik heb mijn wagens, die rijden allemaal nachtroutes en die staan her en der. Meneer Kadaster, waar loopt de grens? De grens loopt 30 centimeter evenwijdig aan de gevel van dit gebouw. We hebben twee jalons gezet. Dit geeft de grens aan. Goed. 30 centimeter uit de gevel. Ja, dus ik sta nu op de grond van meneer ja. Van Vlimmeren. Welkom. En dan sta ik nu op de grond van Gent. Klopt. Waarom mag meneer Van Vlimmeren niet door de deur? Omdat hij geen recht van overpad heeft hier. Ik wil alleen niet dat ze hier overheen rijden. Dat is alles. Punt uit. Voor de rest hebben we helemaal niks. Al zitten ze daar te klaverjassen, dan moeten we hun weten. Dat is, kijk, ik kom toch ook niet bij meneer Van Vlimmeren naar binnen lopen. Waarom komt hij dan wel bij ons naar binnen lopen? Naar binnen? Ja, dit is binnen voor mij. Koevers, die kom je er ook over in en zijn familie komt hier moet ook nou over eens even, moet je nou eens even luisteren, dan moet je je koopakte lezen, eikel. Meneer, als u een beetje betaalgebruik laat. Ja, nee, daar word ik pisnijdig over, want er staat in de koopakte dat Ben Koevoets overpad heeft. Ben Koevoets, maar niet zijn familie. Meneer Koevoets. Alleen Ben. Als we leggen op de loer wie er binnenkomt. Nee, dat is dat de aanleiding niet. Wij hebben het over. Voor mij mag iedereen erover kijken, mevrouw. Mag ik alsjeblieft mijn getuigen kijken? Zegt u dat zij juist op de loer liggen? Ja. Ik heb er geen probleem mee, wie er overheen rijdt. Nee, natuurlijk niet. Maar als ze punctueel zijn, zoals ze dus willen zijn, dan moeten ze dus die andere mensen ook tegenhouden. Moet je luisteren, als Koevoets daar nou een bedrijf heeft, mag zijn vader er dan even komen helpen op het bedrijf? Waarom moet u, nou, als je zo'n prachtige uitrit hebt op de markt, waarom zit je dan ons te pesten met dat ding? Nee, ik pest helemaal niet. Joch, man, schuit toch uit. Wie belt de politie? Nou, wij hebben de politie gebeld, Jerry en ik. Dus hebben we de caravan hier geplaatst, met de politie samen. En dan kan die ruim staan, dan kunnen wij er in en uit, is het probleem ook opgelost. Hij staat hier al 12 jaar. Aha. Mag die er ook staan eigenlijk? Hij moet gewoon in de caravanstalling staan. Dat is mijn vraag. Dat maak ik wel uit waar ik bekend ben. Als u zo officieel bent. Ik maak uit dat mijn caravan op mijn grond hier staat.
klaar. Niet alleen uw grond, want er zijn nog meerdere bewoners. Heeft u dat gevraagd aan de andere bewoners? Ja. Hebben wij daar geen zeggenschap over dan? Nee. Is het ook onze grond? Ja. U wordt er moe van? Ja, nogal. Waar is mevrouw van Gent? Daar. U bent weggelopen. Ja. Het kost me mijn gezondheid als ik kwaad word, dus ik doe het niet. Bent u boos? Ja. Waarom ben? Omdat ze onredelijk zijn. Hij kan wel zeggen, die caravan zo, blijf hij zijn deur openhouden. Hij heeft geen recht van overpad. Dat dus klopt. Hij mag niet daarover. Die deur moet goed dicht blijven. Kijk, en dan staan ze me aan te kijken. Het kost mij mijn gezondheid, dus daarom sta ik hier. Maar ik wou zo daar naar binnen gaan. Gaat u dan mee? Of nee, nee, is geen stap, zei de kerel. Jawel. Nee, daar piek ik niet over. Nee hoor, hij niet bij mij, ik niet bij hem. Punt uit. Maar we moeten even gaan kijken wat er nou precies gebeurt. Het interesseert me geen fluit. Ik heb toch niks te maken wat hij daar in die loods uitspookt. Dat zeggen ze net, dan zit hij te klaar voor jas of de Rummy Cup. Moet hij weten. Nee, maar u zegt volgens mij, hij gaat daar feesten geven. En daar gaan wij last van hebben. Daar klopt. Hij heeft geen feesten, maar hij heeft, dat heb ik ook al even via de waterleiding gehoord. Het is handiger, dan heeft hij minder overlast, als hij dat spul hier kan lozen. Die feestganger. Maar het is toch een loods? Ja. Het is toch geen partycentrum? Nou, dat lijkt het wel op daarachter. Oh. Nou, dan gaan we even kijken. Het Sesam Openu moment is geweest. De feestzaal. Tot hoever kan ik u meelokken? Nou, 30 centimeter. Hadden we net afgesproken. Nou, dus nu dus. Meneer Glaspenny, wat is uw ruimte? Daarboven, we hebben dit helemaal dichtgemaakt. Dat waren die stellingdelen. De stellingen staan er al. Langs de voorkant gebracht staat er al wat geluidsinstallatie bovenop. Geluidsinstallatie? Ja, die meneer is DJ. Laat me zien. Kijk er. Maar meneer van Gent. Hallo. Nu begrijp ik waarom u zo bang bent voor die feestjes. Of niet? Het is een DJ. Oh, wist ik niet. Wist u niet? Nee, nee. Ik heb de meneer nooit gesproken. Nooit gesproken? Nee, dus hoe zou ik het moeten weten? Dus, dat is duidelijk. Nooit gesproken. Nu gaan we naar uw tuin, hè? Prachtige tuin. Dank u. U heeft het goed voor elkaar, meneer. Ik mag niet klagen wat dat betreft. Dit deze spoor, pad. Heeft u dat aangelegd? Ik heb alles van... Nee, was niet... Dus allemaal? Alles vervangen. U heeft alles gedaan? Ja. Want u moest er dus zo uit? Met de saaps? Of ja, moet er nog steeds uit? Ja, moet er nog steeds zo uit. Dus het kan wel. Heb ik hier genoeg gezien? Zie ik u graag terug op de hoorzitting. Oké. Okay. Mevrouw van Gent, hoe is het voor u om dit terug te zien? Moeilijk. En wat maakt het moeilijk? De boosheid die naar boven komt. Ja. Wilt u er misschien weer even bij komen staan? Nee. Echt nee, niet? Nee, echt niet. Nee? Laat mijn man het maar doen. Die kan het beter dan ik. Ja. Nee. Maar het is duidelijk dat het u heel veel kost in ieder geval. Ja. Dat is natuurlijk ook niet fijn om te zien. Nee, dat is gewoon iemand die er zoveel last van heeft. Dus daarom zou ik zeggen, leg jij erbij neer en klaar. Goed, het is wel duidelijk dat deze situatie de gemoederen in stand daarbuiten erg bezighoudt. De familie van Gent, ja, dat zijn mensen op leeftijd die gewoon van hun pensioen genieten. En daar maken ze een aantal weken per jaar gebruik van een caravan. Ja, de familie van Gent die is gewoon recht toe, recht aan. Zij zijn emotioneel omdat dit ze gewoon, ja, dit ze vinden ze heel onredelijk. Ik snap Twan natuurlijk heel erg goed. Ik sta helemaal achter hem. Hij heeft die deur erin gemaakt. Hij heeft er heel veel tijd en energie in gestoken. En dan is het gewoon jammer dat je hem niet kan gebruiken. Ik vind hem zelf natuurlijk gewoon een hele sociale, leuke man. Maar ja, dat is natuurlijk voor iedereen ook anders. Maar, Meneer Graspenning organiseert regelmatig feestjes in zijn eigen huis. Dan staat de muziek zo hard, tot 2-3 uur s'nachts. En deze meneer die zoekt altijd de marge van wat er wel toegestaan is, wat er niet toegestaan is. En nou heeft hij toevallig een lomperik daarvan achteraan. Die heeft voor het karretje kunnen spannen. En zo werkt hij. Als hier een transportbedrijf zit, dan gaat hier een auto staan lossen. En met een, bijvoorbeeld een koelmotor of weet ik veel wat. Ik heb hier achter mijn loungeetje staan. Nou. Het perceel heeft een uitgang aan de voorzijde, aan de markt. Dan moeten ze daar gebruik van maken. Ik kan ook niet bij meneer Van Vlimmeren door de tuin gaan lopen als ik dat wil. Ik hoor van heel veel mensen die dan bij de fysio geweest zijn en die draaien de auto op dit plein. Dus iedereen, het is voor iedereen toegankelijk. In mijn ogen wordt er gewoon door de andere kant best wel moeilijk gedaan en is mijn vader wel heel erg meewerkend geweest. Maar dat is natuurlijk van hun kant weer heel anders. Het
het wordt u voorgeschoteld. U bent voor het karretje. Ik weet hoe we daar zo over je denken, hè? Ja, u bent voor het karretje gespannen. Ja, maar dat is bij hun ook. Want? Nou, de rest zie ik hier ook niet. Hmm. Degenen die ermee begonnen zijn... Die zijn er niet. Die zijn er niet. Nee. Dus volgens mij worden hun voor het karretje gespannen. Moet je luisteren, als je het niet erg vindt, dan schei ik er ook mee uit. Dan schijt u ermee uit. U wil naar uw vrouw, dat snap ik. Ga naar mijn vrouw en dan gaan we naar huis. Dan gaat u naar huis. U wil waarschijnlijk de uitspraak wel nog even horen. Ja, wil jij hem nog horen? Dat toch weer wel. Oké. Ja. Tijdens de hoorzitting probeert meester Riet erachter te komen waarom het er niet wat gemoedelijker aan toe gaat in het Brabantse stand daarbuiten. Welkom in Oudebos. We stonden net in de tuin van meneer Van Vlimmeren. En meneer Van Gent, ik heb u helemaal niet gevraagd wat u daarvan vond. Ja, keurige tuin. Ik zag een Jeu de Boelbaan. Zou u daar niet een balletje willen werken? Alsjeblieft niet. Ik doe liever andere spelletjes. Er was ook een café. Het zou zo gezellig kunnen zijn, meneer Van Gent. Als die achterdeur open zou zijn, zou het een grote buurtbarbecue kunnen worden daar. Ik vind het prima, maar hij heeft geen recht van overpad. Punt uit. Heeft u een recht van overpad? Ik heb geen recht van overpad. Maar wel een vergunning van de gemeente? Ja, ik heb een bouwvergunning gekregen, een officiële. Dus ook een inrit. Mag ik wat toelichten? Het vervelende is, dit loopt al jaren. Dat vind ik dus ook heel vervelend. Ja, wij ook. U heeft op een gegeven moment het opengemaakt. Ja. Terwijl dus toen al gezegd is van, dat is niet de bedoeling, dit is eigen terrein. Ja. Toen is daar een schutting geplaatst. Die heeft u weggehaald. Maar het feit is dat dat altijd heel duidelijk geweest is dat daar geen recht van overpad wordt verleend. En tot onze grote verbazing is het een maand geleden weer opengemaakt. En u heeft ook van tevoren nooit met iemand van de bewoners overlegd. Nee, ik heb zo'n bouwvergunning van de gemeente. Nee, dat kan niet, want... Wat bedoelt u met openmaakte de schutting weghalen die ervoor was gezet? Die loods of dat was helemaal dicht. Ja. Die loods was dicht. Dus meneer heeft op een gegeven moment daar een schutting gemaakt. Of maar een was uitgang gemaakt. Maar meneer had wel een bouwvergunning aangevraagd, hè? Ja, en dat moet ik keurig horen. Ik zag in de vergunning dat er was geen bezwaar gemaakt. Er is helemaal niet met geen enkele bewoner overlegd. Staat in de bodem. Maar daarom is nu de situatie veranderd. Jerry is een van de bewoners. Jerry wilde mij een stukje huren. En daar gaat het in feite deze plaats over. Meneer Van Vlimmeren mag verhuren aan meneer Braspenning. Mits het binnen de bestemming past. Maar het terrein van meneer Van Vlimmeren heeft uitrit op de markt. Dus ik zie niet in waarom dat er per se over Annemans terrein moet. Dat kan heel mooi over het terrein van meneer Van Vlimmeren. Dus waarom moet dat per se bij een ander over zijn terrein? Dat maakt toch in principe niet uit wat je erover ingaat? Ja. Ik mag er toch zijn daar? Je mag er zijn, maar je mag er niet overheen. Je mag niet over... Nee, je hebt geen recht van... Hij is eigenaar. Ik ben eigenaar. Ja, maar een recht van overpad is gebonden aan een perceel. Dat is niet aan een persoon gebonden. Ik heb over heel dat terrein, mag ik gewoon komen. Daar gaat er een hand omhoog. Ja, het gaat steeds over recht van overpad. Maar het is een open terrein. Er staat geen enkel bordje verboden toegang. Iedereen mag daar gewoon komen. Dus ik snap niet waarom er nu zo moeilijk gedaan wordt. Iedereen komt daar ook. Dat bord heeft er wel gestaan. 1 dag. En toen? Was het weg. Maar er heeft ook een bordje verboden parkeren gestaan. Die is ook door iemand gehangen daar en die is ook weg. En dan is er een bordjesdief in stand daarbuiten. Ja, blijkbaar. Nee, maar dat het een eigen weg is duidelijk. Alleen het is niet duidelijk voor iemand die daar komt. Nee. Ik woon op nummer 14. Nummer 14. Kijk, er wordt hier allemaal geschetst dat er heel wat aan de hand is. Ja, ik maak me een beetje zorgen over de Hoogstraat. Ik heb ook gewoon contact met die mensen. Dat is helemaal geen probleem. Wel, lukt dat wel? Ik heb ook gezegd dat ik er morbide tegen ben om gebruik van die deur te maken. Oh ja? Ja. Want ik zie er voor mij geen enkel voordeel in, alleen maar nadelen. Dus het lijkt mij, u heeft het over toestemming, met toestemming is alles geoorloofd. Zo is het. Zo is het. Ja. Die grond is van 14 bewoners, 14 panden. Ja. Ja. Lijkt het mij dat wij met z'n 14 bewoners toestemming zouden moeten geven om daar recht van overpad te hebben. Ja. Als er één mens tegen is, dan lijkt mij dat genoeg om dus geen toestemming te krijgen. Ja, dat is wel heel makkelijk. Ja, maar hij mag dat toch niet? Mijn voorstanders ook dan. Maar hij is toch zelf eigenaar? Nee, het gaat over toestemming. Want dat was een ander verhaal. Ja, oké, maar dat is te weinig. Is dat te weinig? Op zich, hè, als u geen rechten nodig had en u zou er samen uit willen komen, dan zouden die 14 eigenaars daar toestemming voor moeten geven. Dus er niet eentje die kan zeggen, nou ik vind het goed, en dat dan alle andere 13 zich erbij neer hebben te leggen. Nee. Oké. Is er nog iemand die iets wil toevoegen? Ik ben er dag en dag mee bezig. En hoe lang al? Nou, al een hele poos. Want als we de caravan er neerzetten, ga ik toch de andere dag kijken of er niks aan de hand is.
Want die man is in alle staten. Echt waar? Nou, dat is wel ja. Erg voor mevrouw wat u nou zegt. Meneer, ik ken hem niet, dus ik wil graag dat ik niet met u bemoeit. Maar wat heeft hij dan gedaan waarom u dat zegt? Nou... ik ben heel nieuwsgierig, want u zegt hem neerst tot alles in staan. Ja, is die ook. Want als gebaseerd op wat? Omdat je steeds van gedachten verandert als er wat gezegd wordt dat dat niet mag. Dan zeg je tegen de agenten van, ja, dat doe ik niet, maar een uur later doe je toch je eigen zin. En daar zijn we aan gewend al die jaren. Er is twee keer politie geweest en er is om een caravan te verplaatsen. En dat moest van de politie, dus ik zou niet weten wat dat... Maar had u de politie gebeld? Ja. U had de politie gebeld? Omdat hij voor de En u parkeert die caravan daar al jaren? Ja. En de buurtbewoners die helpen zelfs om hem te draaien. We hebben met niemand moeite. Maar we hebben toch geholpen met draaien? Ja, we hebben ook geholpen. Ja. We hebben hem zo weggezet. Omdat de politie erbij was? Nee. We hebben hem zo weggezet dat hij hem makkelijk kon stallen. En dat wij er toch overheen konden. Nee. Dat was het punt. Want in het verleden, in al die jaren, hebben jullie er geen hand naar uitgestoken. Dus moet je nou niet zeggen, we hebben het geholpen. Bent u dan bang van dat er aan die caravan wat gebeurt? Ik bedoel, u zegt het nou zelf. Omdat jullie... Net op dat we iets aan die caravan gaan doen. Jullie zijn niet te vertrouwen. Ja, laat het dan. Schuit, mevrouw. Er staat daar iemand die zegt, ik hoorde u zeggen, en nou wil ik wel wat zeggen. Ja. Ik ben goede vrienden van Twan en Els van Vlimmeren. Al jaren, ik ken ze al mijn hele leven. Geboren en getogen stand buiten. Ik wil even benadrukken dat aan de integriteit van Twan en Els... vind ik, dat mag niet aangetornd worden. Heel duidelijk. Ja. Dank u wel. Maar u mag er wel op reageren. Nou, dat is fantastisch dat er eindelijk iemand is die zegt dat ze stukken lui zijn. Maar laat hem dan ophouden met pesten. Denkt u dat meneer van Vlimmeren... u aan pest is? Ja, uiteraard. Nee, we zijn het gewoon, na 10 jaar ben ik het meer dan zat, de gauwhoer. Als dat tenminste een behoorlijk woord is. Het is in ieder geval heel duidelijk. Ja, dat wel, ja. Ontzettend duidelijk. Ik ga erover nadenken en ik zie u allemaal graag terug in Slot Zeist. Dank u wel. Bent u ook een buitenstaande in uw eigen buurt en komt u er niet meer samen uit met de buren? Meld u zich dan nu aan. U kunt ons bellen en u kunt ons ook mailen via onze website. En dan is het nu tijd voor het antwoord op de allerbelangrijkste vraag. Mogen Van Vlimmeren en Bras Penning gebruik maken van de beruchte opening? Hier is meester Reed. Uitspraak in de zaak van Van Gent tegen Van Vlimmeren en Bras Penning. U heeft een vergunning van de gemeente gekregen om een grote deur in uw loods aan te brengen. En u gaat ervan uit dat u die uitgang dan ook mag gebruiken. En nu, meneer Bras Penning, huurt een stukje in die loods. En u gaat er ook van uit dat u dus die deur mag gebruiken. Die loods komt uit op een parkeerterrein. En dit parkeerterrein is niet van de gemeente, maar van een 14-tal particulieren, waaronder u, Van Gent. En u vindt het niet goed dat zij de deur gebruiken, want dan moeten ze over uw grond. En dat mag onredelijk overkomen. Dat mag zelfs onredelijk zijn. Het staat u als eigenaar vrij om te bepalen wie er wel en niet over uw grond gaat. Weliswaar heeft u een vergunning voor het maken van de deur, maar de gemeente kijkt alleen naar het bouwbesluit. En die kijkt niet naar wat buren vinden. Dat moet u echt met de buren regelen. Die bouwvergunning geeft u geen recht om zonder toestemming het parkeerterrein te betreden. Het blijft voor u verboden gebied en u kunt de deur dus niet gebruiken. Meneer Bras Penning, in uw koopakte staat dat u mede-eigenaar wordt van het terrein. Maar in de leveringsakte komt dit niet terug. En de leveringsakte is bepalend. U hebt de mede-eigendom van dat parkeerterrein niet geleverd gekregen. En u bent dus geen mede-eigenaar. U heeft wel geleverd gekregen een recht van overpad over het parkeerterrein. Maar dat recht van overpad geeft u niet het recht om naar de loods te gaan. U mag alleen naar de openbare weg te voet. Dus ook voor u blijft de deur gesloten. Dat is mijn uitspraak en zo zit het. Er
worden daar handjes geschud. Ik zie dat u opgelucht bent. Ja. Meneer Van Gent? Zekers. Zekers. Maar dat zal voor u toch wel even een zware dobber zijn. Want dit hadden jullie waarschijnlijk niet verwacht. Ja. En een bittere pil voor jullie, kan ik me zo voorstellen. Dit was De Rijdende Rechter. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week. Dag. Zie je wel, alles is goed, vrouw.